En hallo mensen van Touch Gaming Nation, welkom bij Let's Play Pokémon Leaf Green. We gaan weer verder. In de vorige aflevering zagen jullie de kleine dingen. En gaan we nu gewoon weer vrolijk verder met het gewone verhaal. En dat was Raticate. Magikarp level 10. En een Zubat. Ja, doe ik wel even zo. En dat was Zubat. Oké, dat was de eerste. Oké. Nou, dan gaan we eens kijken wat we hier allemaal kunnen doen en vinden. Ik zal proberen wel wat rockets te skippen. Escape rope. Oh ja, ik weet alweer hoe dat ging. Ik wil zeggen, jij doet even braaf wat ik wil. Nee, naar beneden, dankjewel. Moonstone. Ik meen dat ik er nog één had. En in de game corner konden jullie zien dat er een Clefairy was. En een Clefairy is één van de Pokémon's die geëvalueerd moeten worden met zo'n Moonstone. Dan deze. Deze. Dan gaan wij eerst naar boven. Aangezien hier achter ook nog wel wat zit. Een super potion. Zo. Lift komt later. Dat zocht ik. Hyper potion. Is dat deze? Ja, volgens mij wel. Zo. Zoals je misschien opgevallen is, zijn vrijwel alle crunch voorzien van. Ah, poison. Voorzien van dezelfde Pokémon. Dus je kan je eventueel goed voorbereiden op wat er komen gaat. Vind ik zelf eigenlijk wel heel belangrijk.
Maar een uitdaging kan ook geen kwaad, lijkt me. Ah. Zijn type is in nadeel van grond aanvallen. Maar door zijn effect, ja, gaat dat dus niet. Dat zou ook soms een tactiek kunnen zijn om, ja, om die Pokémon te hebben. En weer een koffie. Zo. Oké. Nou. Oh ja, daar was je shopscope voor. Ik weet het meer. Team Rocket is makkelijk, maar vervelend omdat het er heel veel zijn. Dus je kan niet heel snel door. Maar het levelt wel goed. Een koffie. Zo. En een Grimer. Dat is gunstig.
En de laatste, een Raticate. Zo. En hij is zo evolueerd. In de vorige aflevering zei ik dat hij op 32 evolueerde. Toen moest hij evolueren, maar ik heb dus gewacht tot jullie zagen dat hij zou evolueren. Dus bij deze. De laatste stadium van de evolutie. En dat is een Rare Candy.